afgelopen 25 jaar zijn er zo'n 5000 moorden gepleegd in Nederland. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt. En vanavond in een van de laatste afleveringen van dit programma de kans grijpt om op de valreep iets te doen aan een heftige moordzaak die mij al bijna 23 jaar fascineert. Het gaat om de moord op Wilma Bres uit Delft, die op 16 juli 1989... bijna 23 jaar geleden, terwijl ze 's nachts naar haar huis fietste, werd aangevallen en doodgestoken. Op de Muiskenlaan in de Delftse wijk Wippolder doet een jongen die net zijn vriendin heeft thuisgebracht rond 3 uur 's nachts een gruwelijke ontdekking. Midden op de weg ligt het levenloze lichaam van een vrouw. De jongen alarmeert de politie, die 10 minuten later ter plaatse is. Dit zijn de originele politiefoto's van de plaats delict. De vrouw is vele malen gestoken in het bovenlichaam. Waarmee precies is niet duidelijk, want ondanks diverse zoekacties in de omgeving wordt het moordwapen niet gevonden. Het slachtoffer heeft 1 schoen nog aan, de andere ligt onder de fiets. De bruine Batavusfiets van het slachtoffer ligt een paar meter verderop en zit onder de bloedspatten. Aan het stuur hangen 4 plastic tassen en op de bagagedrager zit een blauwe sporttas. Aanwijzingen dat het om een zedenmisdrijf gaat, zijn er niet. Zo blijkt uit het verslag van de sectiearts. Opmerkelijk is dat er onder de nagels geen sporen zitten die erop wijzen dat het slachtoffer zich heeft verzet. Het lijkt er dan ook op dat ze totaal overrompeld is geweest door haar aanvaller. In de directe omgeving van het slachtoffer stelt de politie 2 sigarettenpeukjes veilig. En van enkele schoenafdrukken op een wandelpad worden gipsafdrukken gemaakt. In de plastic boodschappentassen en de blauwe tas onder de bagagedrager zit voornamelijk theaterkleding. Ook vindt de recherche een portemonnee met een donorcodiciel. Daarop staat de naam van het slachtoffer. Het is Wilma Bres, geboren op 7 mei 1957 in Delft. Hand heeft. De politie vindt in de spullen ook een programmaboekje van een musical getiteld Sondheim in the Park. De voorstelling had eerder die avond in het Agnetta Park in Delft plaatsgevonden en tot 11:15 geduurd, zo lezen de regisseurs. Dat was dus maar een paar uur voor de moord. Er staat nog iets interessants in het boekje. Een overzicht van de spelers van de musicalavond met een foto. Dit was onze uitzending voor vanavond. U kunt alles nog eens teruglezen op onze website. Het aftellen is begonnen. Er resteren nog maar 3 afleveringen. Zorg dat u klaar zit, dan heeft u altijd een alibi. Tot dan.